Hoi, in deze video neem je mee over de Kroosglockner Hoogalpenstrasse, zonder twijfel de populairste bergweg van Oostenrijk. En dat is niet zonder reden. Je rijdt namelijk door het hart van het grootste natuurpark van het land, Nationaal Park Hohe Tauern. Onderweg kun je niet alleen de Kroosglockner bewonderen, maar ook vele andere drieduizenders, planten en diersoorten. Jaarlijks maken bijna 1 miljoen mensen de oversteek van Fus in Salzburg naar Heiligenblut in Carinthië met de auto, de motor of de fiets. Om gebruik te maken van deze weg dien je tol te betalen. De Kroosglockner Hoogalpenstrasse is 48 kilometer lang, telt 36 haarspelbochten en je komt met de auto tot maximaal 2571 meter hoogte. Onderweg passeer je 12 interessante tussenstops, waardoor een ritje echt een dagtrip wordt. De hoogtepunten van de weg zijn de Edelweisspitze, het hoogste punt waar je met de auto kunt komen, en de Keizer Franz Josefshöhe. Vanaf hier heb je een prachtig uitzicht op de hoogste berg van Oostenrijk, de Kroosglockner en de Pastetsengletscher. De Kroosglockner Hoogalpenstrasse is echt prachtig, evenals de omgeving waar je doorheen rijdt. In deze video hebben we je alvast een indruk gegeven, maar ga de weg zeker een keer zelf rijden, want het is echt de moeite waard.